Beste mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag ben ik bij Drank. En dan denk je, ja, je bent al eens een keer bij Drank geweest. Ja. Wat vind jij nou heel leuk om bij Drank te doen? Knutselen. En waarom vind je dat heel leuk? Omdat ik daar heel veel van hou. Goed, heb je dat nog gemaakt vandaag? Maar ik heb iets vernomen. En daar word ik niet zo blij van. Want deze Drankbus is dus volgens mij verkocht. Hij gaat weg. En nou, ik wil toch wel een beetje afscheid nemen van die bus, want ik heb er vroeger nog in gezeten. Ik weet trouwens niet of dat deze bus is en dat die heel geverfd is, maar in ieder geval stopt de Drank nu. Gaat het nog door op een andere manier? Hoe zit het met de mensen die hier aan mee hebben gewerkt? Ja, hij is nu leeg, donker. Nou, ik heb heel veel vragen, dus ik heb met een paar mensen afgesproken die ermee te maken hebben. En ik hoop dat die komen, want het is ineens heel slecht weer geworden. De zon is weg die we de afgelopen weken hadden en het is grijs en grauw. Daar worden we niet gelukkig van. Nee. Hey, het weer past wel een beetje bij de reden waarom we hier zijn, of niet? Ja, het is wel druilerig. Ja. Echt een beetje verdrietig. Ja, want wat gaat er gebeuren? Nou, de Drank gaan we niet meer gebruiken. De Drank gaat weg, die is verkocht. Ja. Dus de bus... We gaan er afscheid van nemen. Ja, de bus die is verkocht. Ja, hij heeft te veel problemen en te veel. Hij is echt te oud. Ja. Hij is echt te oud. En hoe lang heeft de bus uiteindelijk al rondgereden dan? Want ik zei net al in het filmpje, ik heb in de Drank gezeten vroeger. Dus... Ja, niet deze bus. Nee, dat dacht ik dus al. Vanaf de jaren 80. Want ik denk dat we nu bijna naar de 40 jaar toe zouden gaan. Ah, ja. Dirk, hoe lang de Drank rijdt? Deze rijdt vanaf 2000. Deze vanaf 2000. Ja, en u bent de chauffeur, of niet? Ik ben de chauffeur. Ja, en heeft u dat ook al die jaren gedaan? Ja. En hoe is het dan voor u dat het nu die bus niet meer rijdt? Hoe voelt dat? Ik denk dat het hoog tijd wordt dat u ermee ophoudt. Ja? Ja? Merkt u het wel met het rijden? Ja. Ah ja. Ja. Het begint wel wat minder te worden hier en daar. Ja, echt wel. Ik snap het. Ja, ja. En dan is natuurlijk de volgende vraag. Is de Drank dan helemaal opgehouden nu? Of kunnen we nog iets verwachten? Of wat gaat er gebeuren? Nou, de Drank stopt niet. We gaan verder met kindermiddagen in de Kruiskerk. We willen op woensdagmiddagen, één keer in de maand zo ongeveer, middagen organiseren. Waarbij we op de Drank manier verder gaan. Maar zonder bus eigenlijk. Ja, dus in principe gewoon op woensdagmiddag in de kerk en dan kan iedereen gewoon komen. Ja. Ja, want wat was ook weer de leeftijd dan? Of is dat dan nog te bepalen? Van 4 tot 10 jaar ongeveer. Ja, dat was de leeftijd van de Drank ook. Ja. Nou ja, ik ga toch. Ik loop, mag ik nog even naar binnen lopen? Want ja, nu mag dat natuurlijk. Het is een beetje een gek beeld hoor. Maar, nou ja, zoals je ziet. Het is allemaal wel wat oud, maar ja, er ligt. Er zit wel veel gevoel. Ik ga nu een heel, heel zielig liedje erachter zetten. Dat we hier naar binnen kijken. Laatste ritje in de Drank. Dat is een momentje. Nou, als je het niet erg vindt, ga ik buiten staan. Want ik durf het niet meer aan. Ik ga van buiten filmen. Moet je buiten eens kijken hoe die rookt? Ik ga naar buiten. Oh. Ja. Ja. Het is wel een dingetje hoor, het is een dingetje. Maar goed, sommige dingen moet je vervangen. Daar gaat hij. Even zwaaien. De laatste keer. Daar gaat hij. De deur blijft open. Nou, nee. Dat was hem. It's been a long day without you, my friend. And I tell you all about it when I see you again. When I see you again. Whoa. Your way and the vibe is feeling strong and what's small turn to a friendship turn to a bond and that bond will never be broken, the love will never get lost. Vaak in ieder geval boven op de galerij naast Gerrit Bos en zijn vrouw. En ik wilde al de hele tijd zeggen tegen hem dat zijn broer Stef Bos het zo ontzettend goed heeft gedaan.
bij de beste zangers. Ongekend. Wat heeft hij top gedaan en je bent vast heel trots op hem. En misschien kunnen we nog een keertje met z'n drieën een vlog opnemen. Dat lijkt me heel cool. Beste Jesse, hier is de broer van Gerrit Bosch.